Deze video op Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door Doesburg Optiek en Annemiek Hoorstudio. Henk Meijerman, goeiedag. Jij bent van het Repair Café. Leg eens uit, wat is het Repair Café? Het Repair Café is een initiatief waarbij zeg maar, mensen langs kunnen komen met materialen, spullen die stuk zijn. Ja. Om te kijken of wij dat kunnen repareren met de expertise die er is. Om ervoor te zorgen of dat zeg maar, het hergebruik van materialen... Een soort tweede leven kan geven? Een soort tweede leven kan geven, ja. En wat voor materialen of wat voor spullen zijn dat dan? Kan je opnoemen wat er allemaal binnengekomen is bij jullie? Broodroosters, magnetrons, net komt een bladhakselaar binnen of een takkenhakselaar. Ja, eigenlijk van alles. Maar ook zakelijk huishoudelijk apparaat ook? Ja, en fietsjes, maar die blijven dan voornamelijk buiten, moet ik zeggen. Dus ja, dat kan allemaal. En je merkt wel steeds vaker dat de huidige moderne elektronische apparaten steeds moeilijker te repareren zijn. Gekker nog, je krijgt ze vaak niet eens open, omdat je daar zeer specialistisch gereedschap voor nodig hebt. En vaak ontworpen is voor eenmalig gebruik. Dus je hebt meer wegwerpartikelen als je uitkijkt? Het zijn wegwerpartikelen waarbij het reserveonderdeel meestal duurder is dan aanschaf van het complete apparaat. Meneer, u bent hier gekomen op het Repair Café met een klok, heb ik begrepen? Een keukenklok, ja, inderdaad. Die is gevallen en dan lag hij uit elkaar. Ja. En sindsdien gaf hij geen tijd meer aan? De? Sindsdien gaf hij geen tijd meer aan. Nou, ik bedoel, als er wijzerstraf liggen, dan wordt dat toch een beetje moeilijk. Ja, hij tikte nog wel, maar voor de rest gebeurde er niks meer. Nee. En misschien is het ook wel, heeft hij zijn tijd gehad. Ja. Zou ook kunnen. Hoe oud was de klok? Nou, ik denk dat wel een kleine 10 jaar. Ja, maar dat moet dan makkelijk kunnen, langer dan 10 jaar voor zo'n klokje. Maar het is een heel klein uurwerkje, heb ik begrepen. Hebben ze al een diagnose kunnen stellen wat het is? Het is een precisiewerk natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En ja, het dan uit elkaar ligt allemaal, dan weet je nooit precies wat dan precies bij elkaar hoort. Ja. Hè? Ja. Ik heb de spullen wel bewaard, maar ja, toch, dan wordt het moeilijk. Het kan een heel klein vliegwieltje zijn of een heel klein tandwieltje wat kapot is bijvoorbeeld. Ja, nee, dat nog niet. Het is allemaal wel heel. Ik heb het allemaal een beetje in elkaar geraapt, maar... Ja, om dat weer in elkaar te zetten. Ik kan wel iets in elkaar zetten, maar dan hou ik spullen over en dat is ook niet goed. En meestal doet hij dat ook niet meer. Dat kan meestal niet, hè. Okay. Dat werkt niet. Ja. Nee. Maar ze hopen dat ze het kunnen repareren? Ze zijn ermee bezig, okay. Ja. Ze zijn erover aan het denken. Nou heren, wat is de diagnose van het klokje? Nou, hij is helemaal uit elkaar gesodemieterd. Ja. Hij probeert dan maar bij elkaar te vinden welk onderdeel het eerste erin moet, weten we niet. Okay. We hebben daar geen voorbeeld van, dus we moeten gewoon kijken. Ja. En op internet is ook niks te vinden over de, zeg maar de, hoe het klokje gemonteerd is? Van het specifieke model niet. Je hebt wel allerlei andere modellen, een beetje voorbeelden van allemaal. Maar van dit specifieke model kunnen we tot nu toe niks vinden. Het is niet zo dat dat een beetje allemaal hetzelfde is dan met dat uurwerkjes? Nou, het is allemaal, ja, elke is ietsjes anders dan weer, maar het lijkt een beetje op elkaar. Dus daar proberen we nu op te zoeken. Dus, maar ja, het is moeilijk om te vinden. Dus ik denk dat het diagnose overleden is. Ik denk dat hij overleden is. We gaan hem te zien brengen. Zo niet meer lukken. Ja. Nou, jammer dan, helaas. Gaan we hem nou ook begraven of niet, het klokje? Nee, we gaan hem buiten begraven. Ja, we gaan hem buiten begraven. Als je het goed vindt, de mensen. Dag Klaasien, mensen komen binnen. Vertel eens, wat gebeurt er allemaal? Ja, dan ga ik vragen van, wilt u even een papiertje invullen? Ja. Waar u voor komt. En nou, dan maak ik even een praatje. En dan stuur ik naar de mensen die gaan repareren. Oké. Okay. En zijn er ook kosten aan verbonden trouwens? Of? Het is een vrijwillige bijdrage. Ja. Dus de mensen kunnen zelf bepalen of kijken wat ze... Ja. Ja, okay. Het is niet zo van no cure, no pay. En als je gerepareerd is, dan kost het geld. Ja.
Ja, okay. Nee, dat is niet. Oké, het is vrijwillig. Ja. En hey, wat voor soort mensen krijg je nou allemaal binnen? Wat voor apparaten? Nou, meestal koffiezetapparaat, ja. Magnetron, lamp. Ja. Echt huishoudelijke artikelen. Enzovoort, ja. Ja. Oké. Okay. Er komt niet iemand binnen met bijvoorbeeld een computer die kapot is? Nou, ja, er zijn er wel eens enkele mensen geweest. Okay. Maar daar hebben we niet echt mensen voor die dat kunnen repareren. Oké, okay, ja. Nee, het is, elektronica is een probleem tegenwoordig, hè? Ja, of niet? Ja, ja. Okay. Is dat het eerste waar je naar kijkt als je een apparaat niet doet, de zekering? Ja. Nee, niet de zekering. Ja. Maar hoe vaak is het dat gewoon een kwestie van een zekeringetje dan? Dat is de eerste keer. Oké. Okay. Iemand weet hoe het bij elkaar zit, of niet? Ja, natuurlijk. Mijn bank gezegd. Oh, wacht. Ja, inderdaad, de verkeerde toetsenbord. Niet op de standaard plek. De schakelaar stond niet aan. Nee. En nou doet hij het? Ja, blijkbaar wel. Of die plof je nog steeds? Nee, lampen brandt. Lampje gaat wel aan. Ja. Dus misschien moet eerst op temperatuur komen voordat hij gaat doen. Ook u kunt adverteren op Doesburg TV. Gemiddeld 8000 bezoekers per maand.